Ja, ik ben Theo Visser. Ik woon al 75 jaar in Huissen, maar ook al 75 jaar op de Zilverkamp. Ik ben geboren op de Zilverkamp, zoals ik al zei, en wel op dijk nummer 5. En dat was aan de oude Deuzense dijk, zeg maar. En mijn vader had daar een gemengd bedrijf. Wij waren thuis met 8 kinderen en ik zal proberen niet te veel te zeggen, want als ik er nog niet zeker van ben, dan moet ik maar uitknippen. Een gemengd bedrijf waar we met z'n allen, het gezin, ook op het bedrijf meewerkten. We hadden grove tuinbouw, varkens en daarvoor had mijn vader zelfs nog een paar koeien. Van alles wat, dat was het begin. En uiteindelijk toen we op de Zilverkamp weggegaan zijn, althans mijn ouders met de rest van het gezin, toen was de hoofdzaak al varkens geworden, een varkensbedrijf. Bij ons in de buurt, daar waren ook allemaal ongeveer dezelfde bedrijven, de een wat meer gespecialiseerd richting de tuinbouw, de ander wat meer veeteelt. Nou, ik ben dus opgegroeid daar op de Zilverkamp gebeurde. Het heette toen nog geen Zilverkamp. En ik ben tot mijn 17e, 18e ben ik thuis op de boerderij geweest. Mm-hmm. En daarna ben ik bij de gemeente Arnhem gaan werken. In die tijd begon de Zilverkamp te spelen en heeft mijn vader met mijn jongste broer een nieuw bedrijf begonnen in de Loostraat. Ik ben daar een half jaartje mee geweest en toen had ik mijn vrouw al leren kennen en zijn wij teruggegaan naar de Zilverkamp en hebben hier op de Schamel nummer 9 een huisje gekocht en daar zitten we nu nog. Wij hebben 2 kinderen hier op de Schamel geboren. En ondertussen 3 kleinkinderen en nog eentje op komst. Ik ben in Arnhem begonnen bij LONS, lichamelijk opvoeding en sport. Daar begonnen in het onderhoud van de buitensportaccommodaties. Hartstikke mooi werk en uiteindelijk daar opzichter geworden. 2 jaar Valkenhuizen gebouwd, 9 jaar bedrijfsleider geweest en daarna nog 18 jaar bij het Natuurcentrum Arnhem gezeten met diverse functies. Ik ben in 2012 met pensioen gegaan en ik heb me daarna bij allerlei verenigingen, want toen ze eenmaal zover was dat ik vrij kwam, wisten ze mij te vinden en hebben ze me overal weggeplukt. En daar ben ik nu nog mee besmet. Ik zit op het moment nog met 7 bestuursfuncties van allerlei gradaties. En ik ben ook inspecteur van het Laken Vuilnisstamboek. En dat is een hartstikke leuke functie, kun je bijna zeggen, waar je heel Nederland en België voor afreist. De hobby's die ik heb, en daar zitten ook vaak die bestuursfuncties bij aan vast. Ik fok al 40 jaar Brahma's. Brahma's zijn de grootste kippen van de wereld. En veel mensen hier in Huissen die weten die grote kippen voor mij wel te lopen. En die lopen op de hoek van de Loostraat Plaza, ons eigenlijk ouderlijk huis. Als je naar de dokter gaat. Als je naar de dokter gaat, kom je die kippen tegen. En het is ook zo, als ik mensen zeg, waar is dat dan? Daar bij die grote kippen, dan weten ze het allemaal. Daarnaast doe ik ook al heel lang verzamelen van landbouwminiaturen. Dat zijn tractoren en werktuigen op schaal. Ook heel leuk, zit daar ook in het hoofdbestuur van de landelijke vereniging. Verder doe ik nog iets met hoteltreintjes. En daar zoek ik ook de combinatie van landbouw met dat treintjes gebeuren. Ik ben in 1971 begonnen bij de gemeente Arnhem. Ik ben daar gestart in de buitensport,
Heb ik 7 jaar gedaan. Ben er weer naar school gegaan toen ik daar eenmaal zat. Opzichter geworden in die buitensport. Mijn werk bij de gemeente Arnhem, dat is begonnen in 1971. En ik ben daar 7 jaar in de onderhoud van de buitensport, van de sportterreinen bezig geweest. En ondertussen weer naar school gegaan en opzichter geworden in die buitensport. Daarna ben ik gevraagd of ik namens de gemeente Arnhem de bouw van het sportcentrum Valkenhuizen wilde doen. Daar heb ik 2 jaar ben ik daar mee bezig geweest en ik heb daar heel veel levenservaring op gedaan. Dat is echt een hele drukke, intensieve periode geweest. Daarna ben ik daar nog 7 jaar bedrijfsleider geweest. Reorganisaties binnen de gemeente Arnhem en daarna terechtgekomen bij het natuurcentrum. Hetgene wat nu het natuurcentrum is, Staatsboerderijen. En ik was daar hoofdbeheer. Dus alles wat niet met educatie van doen had, dat was dus mijn taak daar. En ik ben daar in 2012 met pensioen gegaan. Toen ik eenmaal met pensioen ging, werd aan alle kanten aan mij getrokken. Want ik had heel veel zaken afgehouden. Ik was zo intensief met mijn toenmalige werk bezig. En toen ik met pensioen ging, dan kwam ik terecht als voorbeeldje bij Kom in de Kas. Openstelling van agrarische bedrijven voor het publiek. Mijn andere bezigheden zijn, ik fok al 40 jaar Brahma's. Ik zit daar ook in het hoofdbestuur van die club. Dat zijn een 175 fokkers van die grote kippen. Ik zit ook bij die Druidse club. Ik ben ook wel eens een jaar kampioen van Nederland en Duitsland geweest met die grote kippen. Dus die kampioenen zitten hier ook in Huissen. Ik zit in het bestuur van die historische kring Huissen. Ik zit in het bestuur van Meervota. En al die zaken die bij elkaar, plus nog de specifieke hobby's die ik al genoemd heb, ben ik een druk baasje, zo gezegd. Ik zit weinig stil. Wij woonden in dat gebied waar heel veel grote gezinnen waren. Er waren heel veel kinderen. Wij hebben wat rovertje gespeeld. Wij zwerven door het hele gebeuren heen. We deden vuurtjes stoken. Alles kon daar. Wij hadden het land dat liep van de dijk tot aan de Loogstraat. En achter aan de Loogstraat, daar hadden wij een fruitboomgaard. Ja, en die fruitboomgaard, dat trok nogal wat kinderen die vanuit de Paterijkenstraat, Brouwersland, Bosmanstraat, en die probeerden daar appeltjes te grappen, zo gezegd. En daar waren wij met die jongens uit de buurt van de dijk. Ja, we vonden dat niet zo gevaarlijk, dus we hebben daar redelijk wat ruzie gemaakt, daar achter aan de Loogstraat. We zijn van daaruit gingen wij naar de school in Huissen. En dat ging bij ons de dijk op, de dijk weer af, Korte Loogstraat in en dan door de Lange Straat naar de Alvisieschool voor de jongens en de Agnesschool voor de meisjes. Als klein jochie zijnde ging je aan de hand van de oudere buurmeisjes mee naar school. En later deden wij dat voor de jongere kinderen die er kwamen. Bij ons thuis waren we met z'n achtsten. Ik was de oudste van de acht. En we hebben daar eigenlijk een onbekommerde jeugd gehad. We waren een gezin met wat ik al zei, 8 kinderen. We hadden onze opa bij ons in huis. En opa was bij ons huis, maar was ook onze oppast. Mijn vader en moeder konden, wanneer het nodig was, op weg in dat kamer. Er zaten nogal wat vissers, mensen met de naam Visser, aan de dijk. En dat waren met name een paar neven van mijn vader. Even kijken, dan hadden we de familie Verhaag, die zat daar, ook met 7 kinderen.
familie Buying, met ook 8 kinderen. Familie Eeuwis, 7 kinderen. Familie Peters, dat was een oudere generatie, maar die familie Peters, daar waren 12 kinderen. En dan waren de jongsten waren net zo oud als bij ons, de oudste, zeg maar. Nou, wat verderop zat familie Borgers, die hadden 5 kinderen. En de familie Selman met juffrouw Kobi Selman. De meeste, een heleboel mensen zullen haar wel herkennen. Die komt daar vandaan. Een eentje verderop, op Klein Holthuizen, daar zat de familie Van Essen met 2 kinderen. In de Loostraat, Korte Loostraat, familie Zadelhof, boerderij De Zilverkamp. Mijn opa was een vriend van Gerrit Zadelhof. En in dat kader ging ik nog wel eens met opa mee naar de boerderij, naar De Zilverkamp. En dat vond ik zo'n imposante grote boerderij. Ik kan me nog herinneren dat ik als jochie met opa aan de hand op die deel van die boerderij kwam. Heel groot, heel donker. En daar stonden ossen, hele grote runderen. En dat was eigenlijk een klein beetje om bang van te worden. Grote paardenstallen waar meerdere paarden in stonden. En dan in de tweede schuur een varkensgebeuren, een echt historische varkensstal. Met gietijzeren hekwerken waar de varkens achter gehouden werden. Was prachtig. Jammer dat het allemaal weg is. Ja, de boerderij De Zilverkamp, de familie Zadelhof woonde daar, maar de boerderij was van de Dullert Stichting. En de Dullert Stichting heeft nog steeds heel veel boerderijen en heel veel gronden. Met name in wat nu de wijk Zilverkamp was, daar hadden ze op meerdere plekken meerdere hectares. Sowieso boerderij De Zilverkamp zelf. In de Loostraat gezien een heel groot stuk akkerbouw. Maar ook aan de dijkzijde, dat was de zogenaamde Binnenwei, was ook een stuk van een 2 hectare, denk ik. En die was, dat was lag lager, die was ooit afgegraven om de dijk te maken. Want de oude Heusense dijk, zeg maar, zoals die nu nog ligt, was een kleidijk. En daar hadden ze klei voor nodig en die werd aan de zijkanten, werd die grond afgegraven om die dijk te maken. Zadelhof was eigenlijk een soort heerboer, maar daarnaast deed hij heel veel handel. Hij zat met name in de paardenhandel. En mijn opa, die zat wat meer in de veehandel onder andere, en die gingen heel vaak samen op pad. En in dat kader kwam ik ook op de boerderij De Zilverkamp. De aanloop van ons thuis naar De Zilverkamp, dat is eigenlijk al begonnen eind jaren 50. Toen heeft mijn vader aan de achterzijde al een stuk verkocht aan de gemeente. Want de gemeente wilde toen al aan de Loostraat, dat was in de tijd van Brouwersland en de Zuidzijde Loostraat, dat stuk, wilde daar uitbreiden. Alleen aan de dijkzijde van de Loostraat, daar is al die jaren niks mee gedaan. Dus ik denk dat daar wel 15 jaar eigendom van de gemeente was, maar wat mijn vader en de buren nog steeds gebruikten, terwijl het al verkocht was. Halfweg jaren 60 en de tweede helft van de jaren 60 kwam, ik weet niet meer precies de datum, maar toen kwam de gemeente Huissen, die toen de gemeente Arnhem op zijn nek had, van als Huissen niet uitbreidt richting Arnhem, dan breidt Huissen of Arnhem uit over Huissen heen. Dat was in de jaren 30 al gepasseerd met Malburgen. Arnhem had voor de oorlog heel weinig, of had eigenlijk niks voor 1933 aan Arnhem-Zuid. Nou, ik kan me de dag nog herinneren dat bij ons de brief op de mat viel, waarin stond dat De Zilverkamp zou komen. En dat wij
allemaal daar weg moesten. Ik jok niet, maar mijn moeder heeft ongeveer 2 dagen gehuild. Zo emotioneel dat dat was. En als ik dat nou zo zeg, dan slik ik zelf ook een keer, want het was heftig. Ik kreeg daar ook weer kippenvel van. Toen dat eenmaal een beetje geland was, ja, toen moest je... Ja, het was niet anders. Het moest weg. En toen kwam er nog een frustratie overheen dat de gemeente Arnhem iemand aangenomen had die moest voor elkaar zien te krijgen dat die grond in eigendom van de gemeente kwam. Nou, die kwamen toen met zo miserabel lage bedragen om de hoek, dat sloeg gewoon nergens op. Maar ze probeerden het en hielden totaal geen rekening met de emoties van de mensen die daar al sinds generaties woonden, werkten, leefden, hun kinderen gekregen hebben, kinderen groot zien worden en ouders zien overlijden. Is, ja, dat was heel heftig. Toen het eenmaal zover was en je ook een klein beetje in de gaten kreeg van dit moet anders aangepakt worden, heeft als voorbeeld mijn vader heeft iemand in de arm genomen die van hetzelfde hout gesneden was als de mensen die voor de gemeente werkten. En als voorbeeldje, ons werd 2,50 gulden geboden voor een vierkante meter grond. En uiteindelijk heeft mijn vader 12,50 euro gebeurd. Om maar even aan te geven waar hebben we het over. En waar dan die emoties en soms ook frustraties bij voor de dag kwamen. Toen het eenmaal zover was dat dan de eerste mensen weggingen, dus de zaak verkochten en elders naartoe gingen, want er zijn een aantal mensen in Huissen toch weer op tuindersbedrijven terechtgekomen. Er is er een naar Gent gegaan, er is er een naar Angeren gegaan. En ja, uiteindelijk toch allemaal redelijk in de buurt gebleven. Toen het eenmaal zover was dat die zaken dan, dat de bedrijven verkocht waren, en speelden ook de emoties van wat nu. Want het zijn allemaal mensen die ja, jaren op een plek gezeten hebben en nu iets anders moesten gaan bedenken. En dat viel nog niet mee. Dat is zo moeilijk geweest voor sommige agrariërs, boeren die het niet meer zagen zitten en die ermee gestopt zijn, zo gezegd. En dat was heftig. Want ik weet dat ik bij de gemeente Arnhem zat, dat ik thuis kwam, dat ik mijn moeder vertelde dat een buurman van ons, een aantal bedrijven verder, dat die ermee gestopt was. En nou, dat was wel heftig. En ik kan me nog herinneren dat toen dat eenmaal gespeeld had, dat mijn moeder gewoon zorgen had over mijn vader. Mijn vader was een beetje een binnenvetter, die uitte zich niet zo. En als die niks zei, dan was er wat. En dat ze tegen mij zei van, ga eens naar pa kijken. Niet dat er wat speelde, maar mijn moeder was nogal emotioneel en erg bezorgd daarover. Kijk, en als je dan die voorbeelden van buren hebt, waar het dan fout gaat. Maar goed, dat is ook iets wat ook bij andere gebieden speelt. Want als je de Rijkerswoerd neemt bijvoorbeeld, daar zijn 2 boeren die het niet meer zagen zitten en ermee gestopt zijn. En dat was erg heftig. Nou ja, en als dan uiteindelijk mijn ouders zijn terechtgekomen in de Zuidzijde Loosstraat. Die hebben daar de kersenboord van boerderij Duifje. Die hadden daar, dat werd verkocht. En mijn vader kon dat bij opbod kopen. En daar is hij samen met mijn jongste broer een nieuw varkensbedrijf begonnen. En het ouderlijk huis en het huis van mijn vader en moeder,
later inwonen, daar staat er nog de plek van de grote kippen. Hier op de hoek van de Loonstraat, waar nu die mooie schuur gebouwd is, met dat rieten dak. Ja, ja, ja. Zaten de gebroeders Demon zaten daar, ja, was ja. De familie Wissenburg. Ja. En dat waren ook tuinders, die broers. Die Toon, die werkte bij de gemeente, die zat op de vrachtwagen. En de drie andere broers, allemaal vrijgezellen, die hadden daar, wat nu Zuidzijde Loonstraat is, hun bedrijf. Daar waar Dominicus die verzekering zat daar. Ja. En die tuinders die huurden in de winterdag een stuk grond bij grotere boeren. Kleigrond. En dat deden ze spruiten optelen. Want die hadden in de winterdag, dan was die buitentuinbouw was niet veel, alleen spruiten. En die deden daar spruiten telen. En die waren daar aan het spruiten plukken. En dan ging ik bij Van Essen en die gingen daar koffie drinken. En ze gingen daar koffie drinken. Toen kwam mevrouw Van Essen, ik heb Herman al een periode niet gezien. Ik weet niet waar die is, willen jullie eens gaan kijken? Die zijn de boerderij opgegaan en die vinden Herman. Die had de touw aan de balk gebonden in de nok. En die was in het hooigat gesprongen. Mm-hmm. Ja, zo ja. Zo, ja. Heftig. Ja. En die twee boeren aan de mooie weg. Ja, de ene heeft zich opgehangen in de kaas. En de andere heeft parasjon gedronken. Mm-hmm. En dan moet je voorstellen wat dat. En als je dan een heleboel van die agrarie, van die mensen die daar op zitten. En dat dan meekrijgen, wat dat teweeg brengt. Ja, ja, heftig. Ja, en in dat kader, als je dan kijkt hoe het nu gaat met de agrariërs in Nederland. Van mensen die ook al jaren, hele generaties op die boerenbedrijven zitten. En die dan nu gewoon te horen krijgen van, ja, het is jammer, het is stikstof, oprotten. En dan kan ik me zo inleven in die situatie die er nu is rond dat gebeuren en de protesten van de boeren. In het huis in de Loonstraat vertellen dat Herman van Essen ermee gestapt was. Ja, ja, ja. Maar dat was een meneer die zat ook op een stichtingsboerderij van het Dullet Stichting. Groothalthuizen. Groothalthuizen is er niet meer. Hè? Nee, dat is bij dat gat bij de dijk, ja. Waar nou dat watertje is. Hè, ja, er was een kolkje wat bij Van Essen voor de deur stond, of lag. En die kon niet akkoord komen met de Dulle Stichting om te verhuizen naar een nieuwe stichtingsboerderij. Terwijl de familie Hogebrugge van Kleinholthuizen, waar nu Hubus op zit, dat wel voor elkaar kreeg. Want die kwam in de Els terecht, op waar nu die publieksboerderij is, aan de Lingewal. Ik weet niet zo hoe dat heet. Bij de Golf, de Grote Molenstraat, het golfterrein? Nee, maar daar heb je nu zo'n natuurcentrum. Ja. Ook dat is op de hoek daar? Waar je gaat met zo'n weggetje gaan. Nee. Lingenzegen bedoel je dat park? Nee, aan het begin is dat zo'n grote boerderij. Nee, van die boerderij die hebben ze ook een deel van gesloopt. Er staat een gevel, staat er nog van overeind. Hebben ze daar... De perk. Nee, dat was vroeger de perk. De park, ja. Dat was eigenlijk een soort kasteelboerderij geweest, maar er waren nog restanten van over. Nee, maar dat was ook een Dullet. Een dat is familie Hoogburg naartoe gegaan. Oh, man, en Van Essen kreeg dat niet voor elkaar. En die kocht toen 6 hectare grond aan de Lingewal. Ja. Er was een zoon van de familie nog op woont, en dat was maar 6 hectare groot en daar hadden ze de 40. Dus die moest van grote boer naar kleine boer. Ja. En als je dan teruggaat in die geschiedenis van een grote boer, kleine boer, ja. Ook in het hele gebied wat nu wijk de Zelfkamp is, daar had je de katholieke kleine boertjes. En een paar grotere, of eigenlijk maar één grote boerderij, met ook nog heel veel grond in de uiterwaarden, wat ze als pacht hadden. En waar dan die kleine keuterboertjes, gemengde bedrijfjes, hun 2 koetjes
gestald hadden bij die grotere boer. Maar daar stond wel tegenover dat die kleine boertjes, dat de oude Herman van Essen, zoals mijn vader dat zei, riep van, jongens, we gaan maaien. En dan kwamen er 6, 7, 8 tuinders, die kwamen dan met de zeis en hun hagerij naar Groot Halthuizen. En die maaiden dan 1 of 2 hectare. Kwamen ze niet, ja, dan konden ze het jaar erop geen koeien meer houden. Geen 2 voor een melk enzovoorts, wat ze daarvoor nodig hadden. Ze zijn die groepen samengegaan, want het is de Dulle Stichting. Dulle Stichting, de Nicolai Broederschap en het Nieuw- en Burgerweeshuis. Ja, en die zitten met z'n drieën bij elkaar en die hebben dan ook 1 renmeester daarop zitten en die doen tegenwoordig heel veel goede zaken. Ja. De sociale dienst, bijvoorbeeld gemeente Arnhem, wanneer daar gevallen zijn van zorg, sociale toestanden, ik weet niet hoe ik het precies noemen moet, maar er komt erop neer dat dan een instructeur opdracht krijgt om in een flat op reservaat van iemand die niks meer te verhaapstukken heeft of helemaal aan de grond zit, dat daar een nieuwe kachel geplaatst wordt. Maar ook van jeugd die financieel aan de grond zit, waar dan een renmeester een oordeel over geeft. Ja, ja. Maar ook bijvoorbeeld de Mea Vota, daar hebben we de kassen gerestaureerd. En daar heeft ook de Dulle Stichting Nicolai Broederschap een bijdrage aan geleverd. Vanaf waar mijn ouders toen het bedrijf gekocht hebben, tot aan de Mooie Weg, dat behoorde allemaal bij boerderij De Zelfkamp. En dat is, dat was eigenlijk even. Ja. Toen ik in 1969 een vriendinnetje kreeg, mijn huidige vrouw. Nou, wij zijn vanaf 71 aan het kijken geweest van ja, dan willen we toch op ons zelf, voor onszelf beginnen en een huis. Zilverkamp speelde, we zaten dus dik in, hè. Mijn vader de zaak inleveren en wij weer terug, dat was toch, ja. Nou, mijn vader zat in het bestuur van de Rabobank en niet dat hielp hoor, je moet ook alles betalen, maar ik heb een gesprek gehad met de directeur van de Rabobank, meneer Hilderink. En die had de zaak eens bekeken van onze situatie. Ja, daar kon je wel een huis van kopen. En toen zijn wij aan het kijken gegaan in de eerste fase Zilverkamp. En toen kwamen we terecht voor een premie aanwoning aan de Heijerweg. En dat waren zogenaamde JA-woningen, type aanduiding. En dat duurde bijna een jaar en toen was er nog niks gebeurd. Toen bleek dat er iets met die subsidie niet in orde was. En toen werd ons gezegd van, die woningen die daar worden niet gebouwd, maar je kunt een andere kopen. En toen kwam hier de Schamel in beeld. Nou, tuinen op het zuiden, eigen carport, stukje ruimte daarachter. En aan de achterkant een rond liggende dam. Met een parkeerplaats ervoor. De dokter ernaast. Een winkelcentrum wat gebouwd. Wat nog gebouwd moest worden. Op 300 meter afstand. De scholen lagen nog korter bij. Nou ja, mooier kon het eigenlijk niet. Plus een subsidie. Over 10 jaar. Nou ja, ideale situatie. Nou, toen we na 25 jaar hier gewoond hebben, onze kinderen hier groot gekregen, was het zover van, ja, wat doen we nu? Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb altijd wel wat meer vrijer wilde wonen. Ik kom van een boerderij en dat trok altijd. Vandaar dat ik nu nog steeds
op een ouderlijk huis waar ik mijn kippen heb, waar ik mijn werkplaats heb, zit. En maar toen was ik 25 jaar verder. Weet je wat we doen? We verbouwen de boel en wij redden het hier wel voor de tijd dat we er nog zijn. Wat hopelijk heel lang is.